Het is bijna zover. Jurgen en Elisa die zijn in Frankrijk rijden ze nu. Dus ze zijn onderweg naar huis. En ik dacht, ik doe toch, en dat hebben ze natuurlijk wel mee, want ze zijn met de auto wat boodschappen. Maar ik heb even wat boodschapjes gehaald, dus dan kan ik een klein beetje de koelkast af het vullen. Dat ze morgenochtend in ieder geval een ontbijtje kunnen nemen. Dat is natuurlijk wel lekker, een eitje en een yoghurtje en een banaantje. Dat ze in ieder geval wat hebben, toch? En ze drinken altijd een wijntje als ze thuis komen, dat is een vaste prik. Dus ik heb het alarm even op geen melding gezet, dat ze geen melding krijgen. Want anders zien ze dus dat ik met een volle tas naar binnen kom. Ja, en dat is dan ook weer een beetje stom, vind ik. Ik vind het toch leuk om een beetje een soort van als verrassingje te doen. Oma Pollyan die had ook al iets lekkers gebracht. Dus die heeft... Oma Pollyan die heeft ook een lekker kaasje. Zal vast en zeker uit Alkmaar komen. Want Alkmaar is natuurlijk de kaasstad. Dus dan ga ik even naar binnen en dan zet ik het even klaar voor ze. Zo, zetten we even twee wijnglazen erbij. Lekker van Oma Pollyan met een kaasje. Zo. Lekker voor het ontbijtje met watertje. Een wijntje met een worstje. Zo. Glaasjes erbij. Nou. Wat een gewenneritis zo. Gezellig toch? De zon schijnt er even tussen de regenbuien door. En wij zijn weer op het veldje. Op het hondenveldje. Even kijken of die komt. Het zal wel niet. Hij luistert nooit naar gefluit. Hij luistert überhaupt niet. Wap! Kom! Kom! We hebben zijn regenjas aangedaan, want het gaat niet regenen. Ik zal altijd even een snoepje geven als je komt. Ja. Zo, goed zo. Gaan we spelen. Leuk hè? Hij heeft een mooie regenjas aan. Het is lekker modderig. Dus je ziet al, hij zit helemaal onder de bagger. Dus hij moet wel weer douchen straks. Ja. Zo schattig is het altijd hier. Ga pakken. Ga pakken, ga pakken. Hij is een beetje te klein ook om met hem te spelen. Dus hij kan er niet meedoen. Het regent, de zon is weg. Dus we gaan. Hij luistert nooit, behalve als je zegt, ga je mee. We zitten hier zo'n tussenhek, waar je hem nog mooi vast kunt doen. Kom! Wil jij me vast doen? Nou, ik leg vast. Kom! Nou, heb je regendek misschien nog een soort van semis in. Ook al moet je wel onder de douche. Vieze zwarte poten. Het regent en het hagelt lekker. Heerlijk. Nou, top. Dat geeft zich wel aan hoe koud het alweer is. Je ziet nou gewoon dat echt de winter gaat beginnen. Lekker ook hier. We hebben natuurlijk elke keer vies met het wandelen. Maar ja. Het is ijs en ijs koud. Ik heb lekker een warme jas aan. Ik kan helaas mijn handen dus niet in de jas doen. Maar goed, het is bijna zover. We gaan... Oh, fuck. Sorry. Het is bijna zover. Morgen gaat
Elisa helemaal in de makeover stand. Haar haar wordt helemaal, ja, waarschijnlijk veranderd. Dus als jullie dit zien. Of ik plaats de vlog net even online dat we het kunnen filmen. Dat kan ook. Of ik laat het gewoon voor de volgende vlog. Dat kan ook nog. Dus dat gaan we nog eventjes overleggen. Maar in ieder geval gaat ze haar helemaal laten opfrissen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Of het rood, blond, bruin, oranje. Ik weet het niet. Dus dat wordt de grote vraag. Maar in ieder geval ga ik zo naar Maarsen. Gaan we nog even wat kleding opsturen. Eerst even snel naar huis. Wap even lekker warm binnen laten. En altijd als ik voordat ik wegga, dan doe ik altijd even een soort van spelletje met hem. Ik heb zo'n stoffen ding gekocht waar ik snoepjes in kan verstoppen. Dat hij die dan nog kan zoeken. Dus dat gaan we eerst nog even doen voordat ik weer onderweg ga naar Maarsen. En ik moet zeggen, ik moet ook wel erg wennen weer aan de drukte op straat. Het is hier allemaal gedaan, joh. Hier de hele boel opgewerkt. Maar dat ik toch echt moet wennen aan de file die er overal staat. Het is echt niet normaal. Dat ik dus naar Maarsen ging toen... Toen heb ik er dus gewoon ruim een uur over gedaan. Terwijl normaal gesproken 35 minuten is. Nou, en dat is nog, bij wijze van zeggen, mensen waarschijnlijk niet eens veel. Maar toch ga je even wennen. Vergeleken met Spanje natuurlijk in die drukte. Dus kom wap. We gaan naar huis. Want mijn hand wordt ijskoud. Ja, hè? Doen we altijd even. Laag blijven in de vieze voeten. Laag blijven. Kijk, en dan kan ik het zo erin verstoppen. En dan moet hij het eruit zoeken. Dat is altijd wel een goede bezigheid voor hem. En nu snapt hij tenminste een beetje. Want de eerste paar keren koude die dus op die dingetjes waar het in zat. Ja, dan wordt het natuurlijk helemaal brokkelig. En dan krijg je het er helemaal niet meer uit. En op een gegeven moment wordt hij ook een beetje gefrustreerd natuurlijk. Want er zitten er nog een paar kruimels in. En hij ruikt het natuurlijk dat er nog wat in zit. Zo. Even wat erin verstopt. Zo. En ik heb het nu natuurlijk niet heel moeilijk. Want je kan het natuurlijk zo moeilijk maken. Als je zelf wil. Maar ik heb het nu zo erin gestopt. Dus dan kan je gaan zoeken. Ga maar zoeken. Ga maar zoeken. Nou, dat is een goede bezigheid voor hem. Nou, dan ga ik mijn spullen pakken. En dan ga ik naar Maarsen toe. Goedemorgen. Was er vannacht onweer en was jij zo bang? Oh, hij was zo bang voor de onweer. En het is gewoon koud buiten. Oh, zo koud. Oh. Dan gaan we maar opstaan. Gaan we opstaan. Het is allemaal ijs. Het is niet echt sneeuw, maar het is allemaal een soort van ijs wat er ligt. Koud, hè? Dan gaan we douchen. Opmaken, klaarmaken. En dan gaan we even naar Elisa, want die gaat de metamorfose. Gaat ze doen. Zo. Dus dan gaan we eens even kijken wat ze van haar haar gaat maken. Oh, de zon komt wel een beetje tevoorschijn. Daar achter. Nou, ik zal wel mogen krabben, dus mag nog wel opschieten. Er moet extra tijd voor te krabben. Dus de winterperiode is weer begonnen, maar dan zeggen ze weer dat het zondag 15 graden wordt. Ja, ik snap er niks van, maar goed. Het zal wel Nederland zijn. Ik ga douchen en richting Almerepoort. We zitten in de auto en we gaan onderweg. We moeten wel voorzichtig rijden, want het is volgens mij best wel glad. En ik had dus geen krabber. Dus wat heb ik nou van binnen gepakt? Het zat gelukkig niet echt vast. Dus ik kan ze zo afhalen. Maar
Het is wel weer even iets om over na te denken. Het staat allemaal klaar. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er hartstikke zin in. Even kijken wat ernaar. We gaan het zien. We gaan even wat anders doen. Dus het wordt zo donker, het wordt zo licht. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben hier ook allemaal mooie extensions. Dus kijk wat een mooie kleuren. Krullen. Kijk hoe mooi. Oh. Mooi, hè? Kijk, en die zetten ze dan met zo'n halve mat erin. Super mooi. Ze hebben ook deze nog. In allerlei kleuren. Mooi hoor. Super mooi. En dit is natuurlijk eigenlijk het allerlekkerste van de hele behandeling. Lekker kopje thee. Schiet al op. Ja. Gaat het een beetje spannend? Ja, ik vind het heel spannend. Ja? Maar ik heb wel heel veel vertrouwen erin. Dus, gelukkig. We gaan het zien of het, gaat ook rood, groen, geel, roze, ja, ik denk dat ze blauw zijn. Blauw, blauw-groen. Beetje zo dat zeekleur, ja, toch? Wordt het. Dat was wel een beetje bij de zomer in Spanje. Ja, precies. Komt helemaal goed. Ja, joh. Nou, het zit er allemaal in. Heel benieuwd. Ik ook. Jij had wel een soort van plaatje laten zien, hè? Nou, nee, ik zeg tegen dat ik vind, doe maar wat haalbaar is. Ja. Want je kunt wel een plaatje laten zien, maar dat heeft toch helemaal geen nut. Dus ik zeg, ik sta voor alles open, we doen gewoon wat haalbaar is. Leef je uit? Vond je er een leuk kleurtje in? Dus we gaan het zien. Nou, even intrekken, wachten en dan zien we het zo. En dan zie ik jou later. Trakjes. En? Ik heb zelf nog niks gezien. Dus... Oeh, het is helemaal grijs. Ja? Ja, oh, helemaal grijs. Jee. Het valt er ook af, hè? Het is helemaal... Oh, hoor. Nee, het was te mooi. Nu lekker even aan het wassen. Ja. Het ziet er natuurlijk ook altijd anders uit als je straks nog helemaal achter föhn bent. Dat het lekker droog is. Nou. Ja, aan het zien, hè? Lekker wassen. De uitvoering moet ook nog gedaan worden. Ja. Nou, het wordt wel wat. Kennen ze wel hier. Spannend. En als ik dus donker haar zou hebben, dan zou het dus zo eruit zien. Dat is dus geen gezicht. Niks voor mij, dat donkere haar. We zitten even in de tussenkleur met de toner. Ik ben heel benieuwd. Ondertussen zien we dit afschuwelijke gedoe hier op tv. En het regende net echt keihard. Ja, het is een hele mooie kapsalon. Het is nu gelukkig weer droog, maar het stormde net. Het was helemaal donker. Dus ik denk dat ik nu even iets van een lekker lunchje ga halen. Kijk, het begint alweer te waaien. Nee, ik lust nu al wat. Nou, ik lust nu ook wel wat. En het duurt natuurlijk al even. Dus ik ga denk ik even een broodje halen. Lies die wil graag de wortels. Dus die haal ik eventjes. Want ja, het is wel inmiddels alweer lunchtijd. En er moet ook gegeten worden. Want anders ga ik in ieder geval echt van mijn stokkie. Dus even hier om de hoek kan ik bij de Plus supermarkt wat halen. Als het goed is, als ik niet verkeerd rij straks. Dus dan ga ik eens even kijken of ze wat lekkers hebben. Ik had alvast... een broodje gegeten in de auto en ik heb lekker nootjes mee en wortels. En ik ben precies op tijd, want het haar wordt alweer uitgespoeld. Dus we kunnen naar binnen. Het wordt lekker gewassen. Oh, het is helemaal ontspannings... Lekker is dat, hè? Ontspanningstherapie vandaag hier. Heerlijk, hè? Ja. Je heeft helemaal door in de watten gelegd. Het ruikt ook allemaal zo lekker. Ja, het ruikt heerlijk, ja. Ja. Even lekker hoofdmassage, even lekker koelen. We gaan het zien, hè? Zegt Daniel altijd, weet je, we gaan het zien. Het wordt gefeund. Even aan de andere kant kijken. Ja. Een hele andere kleur, hè? Een hele andere kleur, ja. Mooi, hè? Helemaal niet meer dood of zo. Nee. Ja, heel mooi. Mooie warme kleur, hè? Nou, echt niet normaal.
Helemaal verliefd op je eigen haar. Ja, meen je. Wordt hij nu nog mooi afgestyled. Nee, ik hoop niet dat het regent. Capuchon op. Oh, cool. En met een zakje naar buiten. Ja, zo hoog mogelijk. Zo geknald, ja. Kom ik thuis. Ja, want het regent. Nu niet, maar het is wel koud. Laatste puntjes op de i. Nee, wat vinden jullie van de kleur? Dat is toch wel even een andere kleur. Laat het even achter in de reacties. Kijk. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het echt super. Mooi, hè? Het is gewoon echt een hele andere kleur. Zo warm. Het is echt. Maar het is ook echt in één keer een hele andere kleur. Ja. Hè? Hebben ze mooi gedaan. Ja, mooi. Ja. Nog even gestyled, gekruld. Wat vinden jullie? Het ziet er weer top uit. Ik ben er echt heel blij mee. Kunnen jullie de kleur goed zien? Ja. Ja, mooi. Het is net of ik geen haar op mijn hoofd heb. Zo luchtig voelt het. Zo mooi hebben ze het ook gewassen, gedaan. Je ziet het ook zo. Het is net zo van, pam, je haar dan. Ja. Maar het is wel koud. Dus vinden jullie het een mooie kleur? Doe even een duimpje omhoog. Even een reactie onder in de klok. En vergeet niet te abonneren. Want we komen allemaal. En dan zien we jullie later weer. Leuke dingen. Doei.